11 januari, 18 januari. U heeft waarschijnlijk gezien dat er opmerkingen zijn ontvangen met betrekking tot uw verslagen vanuit de heer Schaap. Zijn textuele wijzigingen die inmiddels zijn aangebracht. En die worden op deze wijze aan u voorgelegd. Als er verder geen op- of aanmerkingen zijn, dan stel ik voor dat als u tegen bent u nu uw hand opsteekt en dat is niet aan de orde, dan zijn ze beide vastgesteld. Dan liggen de lijsten van ingekomen brieven voor en stukken van week 51, 52, week 1, 2. Vandaag worden alle vier de weken aan u voorgelegd en verzocht om de wijze van afdoening goed te keuren. De heer Schaap, u had een vraag over de afdoening van de brieven. Meneer Schaap. U verraste me, voorzitter. Die had ik niet zien aankomen. Nee, ik heb inderdaad de brief 2 van de lijst ingekomen. Stuk van week 52, 8 januari staat erachter. Wil ik van terkenningsgeving naar afdoen door het college laten veranderen. Zodat deze de schrijfse beantwoord wordt. Kort. Ga kijken of iedereen daarmee in kan stemmen. Dat is het geval. Ja, dan gaan we met deze wijziging op die manier aan u vragen of u dan kan instemmen met de wijze van afhandelen zoals voorgesteld met deze wijziging. Dat is het geval. Dan gaan we ze als zodanig afhandelen. En dan zijn we nu bij het vragenuur. En dan wil ik graag de heer Sidali uitnodigen om het woord te voeren. Dank u wel. Dan gaan wij door met de actualiteitsvragen. En dan wil ik beginnen met mevrouw Koolmoes namens HAP. En zij heeft een vraag over de woningbouwontwikkeling rondom onze kernen. Mevrouw Koolmoes. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, onze fractie was aangenaam verrast toen we 2 weken terug een aankondiging lazen dat het Rijk samen met de gemeente Amstelveen gaat inzetten om een bouwplan mogelijk te maken onder het luchthavenindelingsbesluit 4. Rijzenhout, Aalsmeerderbrug, Oude Meer, Nieuwe Meer, Nieuwe Brug, Bijnsdorp, Lissebroek, Buitenkaag, Vredeburg, Weteringbrug, Leimuidenbrug, Burgerveen, Batouverdorp en Leinde. Dat zijn onze dorpen die ook onder lip 4 liggen. En als directe vertegenwoordiger van deze dorpen vraagt HAP aan het college of er al gesprekken zijn gevoerd met het Rijk om hier het gelijkheidsbeginsel op zijn minst toe te laten passen. Kan de champagne al geschonken worden? Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is een simpele vraag voor de heer Nobel. Ja, dank u, voorzitter. Zoals u weet, ik drink niet, dus ik hou het dan bij Spa-Rood als het zover is. Maar om toch serieus op uw vraag te antwoorden, laat ik vooropstellen dat ik ontzettend blij ben, ook voor de gemeente Amstelveen, dat er eindelijk een doorbraak lijkt in de ontwikkeling daar op Kronenburg. Wij voeren ook al langer gesprekken met het Rijk, ook zeker voor een van de kernen die u zojuist noemde, Rijzenhout. En daar zijn we ook met het Rijk in gesprek om te kijken of we daar woningbouw van de grond kunnen krijgen. Het gelijkheidsbeginsel direct toepassen, daar heb ik nog niet zo heel veel ruimte gezien bij het Rijk. Maar we hebben wel ook vanuit de Novex Schiphol en vanuit de BRS voor elkaar gekregen dat Rijzenhout helemaal vooraan in de rij staat om ook daar woningbouw mogelijk te maken. En mijn voorstel zou zijn, omdat ik weet dat er achter de schermen echt heel hard wordt gewerkt, niet alleen met de Rijksoverheid, maar ook met de provincie, om u ergens begin tweede kwartaal ook een voortgang te sturen van hoe dat gaat. Want ja, daar maken we stappen, maar het gaat gewoon niet zo snel als dat we zouden willen, want het liefst hadden we gisteren daar gewoon woningen gehad. En het is gewoon een langdurig proces, maar er worden wel stappen gezet en gemaakt. En ik zou u daar graag begin van het tweede kwartaal dan ook verder in mee willen nemen. Dank u wel. Voldoende zou ik zien nog de heer Vermeulen met een extra vraag. Gaat u gang. Ja, ik zou inderdaad graag. Ik denk dat een gedeelte van de vraag beantwoord is. Maar ik hoor deze wethouder ook heel vaak over precedentwerking. En volgens mij haakte de vraag er ook een beetje op aan. Geeft dit geen precedentwerking en kunnen wij niet in plaats van alleen het goede gesprek ook nu, laten we zeggen, met enige eisen komen richting het Rijk? Omdat wat op de ene plek kan, zou ook op de andere moeten kunnen. Wethouder Nobel.
Zo even uit de heup denk ik dat het heel erg ingewikkeld wordt, omdat het Rijk voor een aantal gebieden, waaronder ook Rijzenhout en ook het gebied in Amstelveen, waar ze nu een doorbraak lijken te hebben, echt naar maatwerkafspraken op zoek zijn, omdat in principe in LIB gewoon niet gebouwd mag worden. Dus daar waar ze bij Amstelveen misschien nu eruit lijken te zijn, zal dat onder andere voorwaarden gaan dan bijvoorbeeld in Rijzenhout. Denk alleen al aan de doelgroep die er zit en bijvoorbeeld de tijdelijkheid waar ze misschien mee zullen schermen, dat ze daarom daar de uitzondering hebben gemaakt. Dus het lijkt mij juist niet verstandig om nu de juridische weg te bewandelen, als we aan de achterkant juist zo goed met elkaar in gesprek zijn en ook weten dat we eigenlijk inzetten op andere doelgroepen dan Amstelveen doet, namelijk de huisvesting van studenten. Dan toch nog een vraag van mevrouw Koolmoes. Gaat u gaan. Ja, voorzitter, nu bevreemden mij toch de antwoorden vanuit het college, want nu hoor ik dingen als aannames. Zo van, we denken dat in Amstelveen we het zo en zo gaat gebeuren. En van hap, wij zijn niet zo van de aannames, wij willen echt gewoon feiten horen. Nogmaals, ik vind het een hele goede beantwoording wat Klees zegt. We kijken uit naar Q2, maar gaan niet uit van aannames, want dan komen we nergens. Dat is geen vraag. Ja, oké. Nee, prima. Het is gehoord. Dan ga ik naar mevrouw Knikker namens D66. U heeft een vraag over speelplek Bunderbos. Gaat u gaan. Klopt, voorzitter. Omdat mijn collega mevrouw Van der Veld ziek is, neem ik even haar vraag over. De afgelopen maanden hebben wij e-mailwisselingen doorgestuurd gekregen van een aantal inwoners in Bunderbos Hoofddorp. Daar wordt namelijk de huidige speelplek verbeterd. Dat gebeurt natuurlijk op meerdere plekken in de gemeente. Maar de inwoners geven aan dat ze nog steeds in gesprek zijn met de gemeente over de inrichting van het speelplekje en de groenvoorziening. Zij wilden namelijk graag meer speelplekken ervoor terug. En het blijkt dat er nu wordt ingezet op het vergroenen van het speelplein. De inwoners hebben een vragenlijst ingevuld en daaruit bleek ook de wens van de meerderheid dat er speeltoestellen moesten blijven. Maar inmiddels is er deze week overgegaan tot het definitief realiseren van extra bomen op deze speelplek. En zijn de speeltoestellen dus verwijderd. En dat terwijl de inwoners nog steeds in contact zijn met de projectleider van dit project. Dat roept wel een aantal vragen op. Namelijk, kan het college ons vertellen hoe dit proces precies is gelopen op deze locatie en hoe die communicatie daar ook loopt? En klopt het dat terwijl dit participatieproces dan nu nog steeds loopt, er al over is gegaan tot de aanpassing en realisatie? En vooral de vraag, kunt u bij deze de inwoners van rondom deze speelvoorziening duidelijkheid geven over wat hier nou de definitieve uitkomst gaat worden? Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Steffens. Gaat u gaan. Dank u, voorzitter. Ja, voorzitter. Dat is nou, ik kom op het kruispunt van dat ik echt heel anders geïnformeerd ben dan zoals u zegt hoe de situatie is. Dus ik ga maar even uit van de informatie die ik heb gekregen. En dan, als het niet klopt, moeten we ergens even gaan kijken waar dat misgaat in de communicatie. Want mijn informatie is dat men helemaal niet meer in gesprek is. En dat ook in oktober 23 de speelplek, als speelplek, gewoon al gerealiseerd is. En dat er dus niet sprake was van een meerderheid die het anders wilde. Ik kan u een heel verhaal, ik heb alle data waarop allerlei dingen zijn gedaan. U beschreef het al. Er zijn informatieve bijeenkomsten geweest. Er zijn online vragenlijsten geweest. Maar er zijn ook twee digitale co-creatie momenten geweest waar mensen zich bij konden aansluiten. En er is een ontwerpsessie geweest in maart. En vervolgens is medio april dit ontwerp gewoon online geplaatst. Zo van, nou dames en heren, dit is eruit gekomen. In oktober is de plek gerealiseerd en inderdaad zijn we nu bezig met de invulling van het groen daaromheen. Maar u geeft aan dat men zegt in meerderheid is dit wel of niet besloten. Ik weet niet anders dan dat dit nu de uitkomst was van dat uitgebreide participatieproces. Dus als daar ergens een omissie zit aan welke kant van het verhaal dan ook, dan hoort dat dus niet zo. Dit is mijn informatie, laten we maar even terugkijken. Ik kan wel even kijken met gebiedsmanagement en de mensen die gaan over speelruimte van hoe dit nou gegaan is. Want hun beeld is in ieder geval dat dit in co-creatie samen zo gerealiseerd is. Dat betekent overigens niet altijd dat iedereen er gelukkig mee is. Maar dat weten we wel. Zo werkt het met participatie. Je krijgt niet altijd je zin. Maar als je afspreekt dat als je het samen, als je samen opgaat, dan zou je ook verwachten dat dat de uitkomst is waar iedereen uiteindelijk zich bij neer kan leggen. En dat lijkt, als ik uw verhaal hoor, niet het geval. Ik zal er even verder naar kijken. Ja, voldoende zo, mevrouw Knikker? Ja, voorzitter. En ik kom dan graag even bij de wethouder daarop terug met de informatie die ik heb. Want ik denk dat het goed is dat er nog even kritisch naar gekeken wordt.
Fijn, prima. Dan gaan wij door met de volgende vraag. En die is wordt gesteld door de heer Schaap namens Forza. U heeft een vraag over de gevolgen met betrekking tot de beslissing over Lelystad Airport niet te openen. Gaat u gang, meneer Schaap. Ja, dank u wel, voorzitter. In Den Haag maken ze wel vaker rare beslissingen. Is het weggooien van miljoenen ze niet vreemd. Afgelopen week bijvoorbeeld werd besloten naar aanleiding van een motie om Lelystad Airport niet te openen voor vakantievluchten. Dit betekent dus geen spreidingswet voor de vliegtuigen, het geluid en het verkeer. Alsmede het plan van de wethouder om de meeste vakantievluchten te verplaatsen en meer zakelijk op Schiphol te behouden. Kortom, veel gevolgen en naar onze belangen zijn blijkbaar niet goed gekeken. De vraag, wat zijn nou precies de gevolgen van dit besluit voor onze gemeente en de regio? En is de wethouder eventueel bereid om onze gemeente, die toch weer al over het hoofd is naar gekeken, weer kenbaar te maken daar in Den Haag? Dank u wel, de heer Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. Onze inzet zal blijven dat Lelystad Airport open moet. Inderdaad, om de reden die u zojuist ook al heeft geschetst. Dat we hinder beter kunnen verdelen dan wel dat we hinder kunnen beperken. En u weet, we zetten ook in op bijvoorbeeld een nachtsluiting. En zolang die nachtsluiting er niet is, zou ook daar Lelystad Airport voor ons voor een verlichting kunnen zorgen. Het is denk ik wel goed om te zeggen dat de Kamer nu dit besluit heeft genomen. Maar ja, een kabinetsformatie loopt ook nog. Dus op dit moment denk ik dat het ook niet zo heel veel zin heeft om nu allerlei boodschappen de wereld in te sturen. En onze inzet blijft dat Lelystad Airport open moet. En als daar aanleiding voor is, dan zullen we dat kenbaar maken. En ik hoop dat we dat dan niet alleen doen, maar gewoon vanuit BRS-verband. Ja, voldoende zo. Dan ga ik weer terug naar mevrouw Knikker. U heeft nog een vraag. Ja, klopt, voorzitter. Deze gaat over het onderwijs en het nieuws dat het onderwijsconcept 10 en meer abrupt gestopt is. Vorige week vernamen we dat natuurlijk via de media, maar wij waren niet de enigen die dat zomaar plotseling vernamen. Ik begreep dat de school zelf, de docenten daar, de leerkrachten, de leerlingen, de ouders, de ouderraad, iedereen was eigenlijk een beetje overvallen met het bericht dat de besturen hebben besloten om de stekker er voortijdig uit te zetten. Te trekken. Nu kan ik mij voorstellen dat als je een pilot start, dat natuurlijk wel eens gepaard kan gaan met de nodige opstartproblemen. Maar als je na 2 jaar al besluit om een stekker eruit te halen, terwijl de eerste lichting van de leerlingen die gestart is nog niet eens afgerond heeft, dan roept dat wel de nodige vragen op. En mijn vraag eigenlijk naar het college is heel simpel. Wist het college dat de besturen voornemens waren om het concept te stoppen, omdat er dus blijkbaar de verkeerde doelgroep werd aangetroffen? Is het college al in gesprek met de schoolbesturen? Wij maken ons namelijk wel zorgen. We hebben eerder in Haarlemmermeer de Zilvermeeuw gesloten, een school waar kinderen met hoogbegaafdheid terecht konden. Een aantal van die kinderen zaten nu ook op deze school. Nu gaat er opnieuw een school sluiten. Zijn ouders opnieuw in de onzekerheid over waar ze met hun kinderen terecht kunnen. Dus dat doet ook natuurlijk iets met het aanbod wat er is. Ik vraag me af hoe het college daarnaar kijkt en welke oplossingen zij zien. En verder of het college iets kan vertellen over wat dit doet met de brede ontwikkeling van die doorgaande leerlijn op het gebied van het primair naar het voortgezet onderwijs. Ja, dank u wel. Dan ga ik voor de beantwoording naar mevrouw Steffens. Dank u, voorzitter. Ja, nou ja, zoals de ouders en docenten verrast zijn, waren wij dat ook, mevrouw Knikker. Ik wist het niet. En ik heb het eigenlijk ook zo een beetje rauw op mijn dak gekregen, zoals u dat ook beschrijft voor hen. De schoolbesturen hebben besloten om niet meer door te gaan met 10 en meer. Ze hebben ook aangegeven dat een van de redenen daarvan is dat zij vinden dat daar een doelgroep onderwijs krijgt waarvoor het tienercollege eigenlijk niet bedoeld is. Dus dat het niet de doelgroep is die ze daar zouden willen, die daar nu les krijgt. En verder moet ik nog met hen in gesprek. En natuurlijk is er ambtelijk contact geweest, want dat gebeurt zeker als je toch zo verrast wordt met een mededeling. Maar vanwege mijn eigen afwezigheid de afgelopen paar weken heb ik zelf nog niet met ze gesproken. Moet natuurlijk wel gebeuren. En niet in de laatste plaats, omdat we ook aan de slag moeten met het herplaatsen van kinderen. De schoolbesturen zijn daar zelf mee bezig. Wij hebben onze ondersteuning aangeboden. En zij hebben tegen ons gezegd van nou, wij gaan dat gewoon eerst met elkaar bespreken. En dan als ze onze betrokkenheid daarvoor nodig hebben, dan zullen ze daar zelf ook het initiatief voor nemen richting de gemeente.
Ik kan me voorstellen dat u denkt, want er zou een tweede ook geopend worden in Hoofddorp. Niet allemaal met dezelfde besturen, maar wel met dezelfde onderwijsinhoudelijke achtergrond. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat dat gaat betekenen. En ik mag ervan uitgaan met de informatie die ik nu heb, dat het geen invloed heeft, zoals ik me heb laten informeren, op die lopende gesprekken. Van wat er in Hoofddorp mogelijk aan tienercollege of juniorcollege nog gestart zou worden. Die is overigens wel vertraagd, hè, want dat zou al een tijdje geleden gebeuren. Maar daar hebben de schoolbesturen van gezegd, we wachten er nog even mee. Maar met u ben ik benieuwd naar, het was een pilot, wat waren dan de uitkomsten? Hoe is het geweest voor de kinderen die er wel les hebben gehad? En hoe nu verder? En ik hoop dat over niet al te lange termijn ook zelf te horen. Dank u wel. Ja, mevrouw Knikker, gaat u gaan. Kan de wethouder dan ook een terugkoppeling geven aan de gemeenteraad als u die gesprekken heeft gehad? Wethouder Steffens? Ja, uiteraard. Ja. Goed. Oké, prima. Dan gaan wij door naar de heer Achterberg. U heeft ook een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, 3 weken geleden hebben wij al aandacht gevraagd voor het uit de hand lopen van het zwerfafval bij de brengparkjes. Er gebeurt hier van alles. Maar sindsdien is er eigenlijk ook naar de toezegging van het college niet veel gebeurd. Eigenlijk niks gebeurd of gecommuniceerd. Maar wij krijgen nog wel veel meldingen van inwoners die steeds bozer worden. Dat ze tot aan kerstbomen aan toe voorbij zien vliegen omdat dat niet wordt opgeruimd. Nu kunnen we natuurlijk de burgemeester vragen dat ze een legerhelmpje opdoet en in de bosjes gaat liggen in de hoop dat ze een keer een heter daartje heeft. Maar dat lost niks op. Want de basis moet wel in orde zijn. En de basis is voldoende opvraagfrequentie of grotere containers. Ik heb veel vragen, voorzitter, maar die zal ik schriftelijk stellen. Wat ik nu wel in ieder geval wil weten, is waarom krijgen we nou dat probleem met die brengparkjes niet onder controle? En wanneer en hoe wordt het met onze inwoners gecommuniceerd over de aanpak, zoals de plaatsing van de 3 weken geleden door het college beloofde papieren containers? Dank u wel. Voor de beantwoording ga ik naar wethouder CD. Dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Achterberg, dank u wel voor uw vragen. En ook dank u wel dat u, want u had inderdaad nogal wat vragen gesteld, dat u die, ons in de gelegenheid stelt om die schriftelijk te beantwoorden, want het is best een ingewikkeld probleem. En ik wil wel benadrukken dat ik dit, het probleem met de brengparkjes echt serieus neem. Ik winkel daar zelf ook, hè, bij die supermarkt op de hoek, als ik het zo mag zeggen. En ik zie natuurlijk ook de bergen OPK, oud papier en karton, liggen. Tot mijn grote, grote frustratie. Er spelen een aantal dingen. En enige tijd geleden zijn er al wel grotere containers neergezet. En dan zie je dat die containers maar afgelopen zaterdag voor 75% vol zijn. Er is dus nog best wel ruimte om te storten. Alleen omdat mensen de dozen niet pletten, gaan ze vastzitten, zeg maar. En kunnen mensen niet meer bij storten, omdat die vol lijkt te zitten. Dat komt dus onder andere door die dozen. De oplossing daarvoor is om perscontainers neer te zetten. Dus elke keer als je dan een doos stort, dat je een pers, dan krijg je natuurlijk heel veel ruimte. Dan kan je hem wel voor 100% vullen. Het probleem hiermee is dat je dan ook stroom moet aanleggen. En als je stroom moet aanleggen, moet je kabels verleggen. Dus het is wel iets ingewikkelder dan gewoon even iets neerzetten. Daarbij komt nog het volgende probleem. We hebben daar ondernemers op het plein met kramen, zeg maar, hè, die een vergunning hebben om daar de zaken te verkopen. En daar zie je toch dat mensen het bedrijfsafval ook storten in de containers die bedoeld is voor de wijk. Daar hebben deze ondernemers een brief over gehad enige tijd geleden. Dat zullen we weer gaan doen. En ik ga in overleg. De afspraak staat al in de agenda en met de portefeuillehouder die gaat over handhaving om te kijken. Dat is een deel van de andere vraag van u, van wanneer gaat u nou eens handhaven? Dat is redelijk ingewikkeld, moet ik er wel bij zeggen. We hebben in Nieuw-Vennep 91 van die brengparkjes en we hebben een zeer bescheiden aantal BOA's. Dus het is wel dat weet u als geen ander, dat je dan iets verandert in de operatie. En daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan, maar het staat wel op de planning. Daarbij zeg ik u bij deze toe. Gaat u afronden? Ja, ik ga nu afronden, want dat is natuurlijk denk ik ook waar meneer Achterbergen op zit te wachten. Kijk, de perscontainer is er niet van vandaag op morgen vanwege de stroom. Maar ik ga wel kijken met meer landen en ze weten dat ik eraan kom. Om te kijken of ik een tussentijdse oplossing kan vinden. Desnoods een bovengrondse. Het is niet fraai, willen we van af. Maar we willen natuurlijk ook af van die bergtroep langs naast de containers.
Ik hoop dat dit voldoende is, meneer Achterberg. Dan zul je zien dat er een aanvullende vraag nog is. Ja, meneer Achterberg. Ik snap de problematiek met stroom en dergelijke en dat het een mooie oplossing op termijn is. Maar waarom zijn die grote containers dan weggehaald voordat het probleem is opgelost? Wethouder CD. Nee, er zijn grote containers. Alleen ze worden maar voor 75% gevuld omdat er niet geplet wordt met dozen. En we krijgen straks andere containers die net zo groot zijn als deze, maar dan met de functie van perscontainers. En dan kun je 4 keer zoveel, vorig jaar ook gezegd, 4 keer zoveel storten als dat je het zonder perscontainer doet. Dus dan krijg je een vergroting van het volume van 4 keer. Nee, de vraag was waarom die grote containers zijn weggehaald. Dat is wat er was één grote container, ik denk dat u die bedoelt, 1 grote container voor karton. Die is weggehaald. Vorig jaar heb ik daar ook een antwoord op gegeven. En dat is overleg geweest met de gebiedsmanager, omdat hij te veel ruimte nam en het moeilijk was om daar te manoeuvreren. Okay, dat is dan een antwoord, daar kunt u het niet mee eens zijn, dat kan. Maar... Ik zal schriftelijk verder op ingaan, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Achterberg. Dan ga ik naar de heer Boerman, u heeft ook een vraag. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank. Die vraag van mij zal denk ik kort zijn en ook hopelijk kort beantwoord worden. We hebben een tijdje geleden hier in deze raad gesproken over het Schone Luchtakkoord. Daar hebben we 3 jaar geleden al over gesproken. Dat is toen ook terechtgekomen in het coalitieakkoord. Vorig jaar april hebben we ons eindelijk aangesloten en wij wachten nu op een uitvoeringsplan daarvan. We zien iets terugkomen in de agenda over verkeer, maar we denken dat het breder gaat dan dat. En we vragen ons gewoon af, hoe staat het daar nu mee? Wanneer kunnen we daar iets van tegemoet zien? Dank u wel. Dan ga ik voor de beantwoording naar de heer Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. We zullen op dit specifieke verhaal nog een apart beleidsvoorstel doen. Dus aan het Schone Luchtakkoord wordt gewerkt. Maar de uitwerking van het wegverkeer, daar krijgt u nog een apart raadsvoorstel voor. Meneer Boerman, u rekent... Ja, ik ben aan het kijken wat de heer Nobel nu zegt. Hij zegt, er komt een apart voorstel en nog een apart voorstel. Zo begrijp ik het. En dan is natuurlijk de wedervraag, wanneer kunnen we beide voorstellen verwachten? De heer Nobel. Kan ik daar schriftelijk op terugkomen? Want dat weet ik even niet. Maar ik weet dat met het Schone Luchtakkoord, volgens mij komt dat iets eerder dan de verdere uitwerking van het wegverkeer. En ik kan u wel meenemen waarom. Omdat we natuurlijk ook een grote woningbouwopgave hebben. Dus we zitten ook te kijken van hoe verhouden die zaken zich tot elkaar. Ja, dus daar komt het college nog schriftelijk op terug. Dan ga ik naar de heer Van der Peet. U heeft ook nog een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. En het gaat over de kwaliteit van onze wegen na... De vorstperiode, ook al was je niet zo heel spannend. Toch is het ons opgevallen dat er op verschillende plekken in Haarlemmermeer flinke gaten in wegen zijn ontstaan. En dat is niet de eerste keer dat het gebeurt. Dat zien we eigenlijk bijna elk jaar. En dan denken we, ja, het is hier nog niet eens Siberisch, maar toch overal gaten. En ja, wij hebben daar een aantal vragen over. Niet waardoor dat komt, want dat weten we wel. Maar vooral of de gemeente na zo'n periode dan ook proactief een ronde doet om die schades te inventariseren, of dat ze eigenlijk alleen maar op meldingen reageren, dus een beetje pleisters plakken. Wanneer er dan gestart gaat worden met het herstel en of er een relatie te maken is met de onderhoudsstaat van de wegen, zeg maar. En daar zit eigenlijk onze echte zorg. Zit er niet een hele grote vervangingsopgave aan te komen straks met allerlei verhardingen die nu snel achteruit gaan? Dat zijn de vragen. Ja, kwaliteit van wegen, dan ga ik naar portefeuillehouder Steffens. Dank u, voorzitter. Ja, om u maar direct gerust te stellen, meneer Van der Peet. Uiteraard gaan we niet alleen in op als er gepiept wordt, zeggen we dan. Hè? Geen piepsysteem, want we voeren gewoon onze eigen inspectierondes uit. En daarnaast handelen we natuurlijk ook als er meldingen worden gedaan. Ik weet toevallig dat er vanmorgen 1 gedaan is over de Bennebroekerweg. Ik heb wel eens gehoord van, u had het over Siberische toestanden, wij hadden het over Canadese toestanden, die schijnen nog erger te zijn. Kun je bijna je hele auto kwijt in een gat. Maar ik begrijp dat er op de nieuwe Bennebroekenweg ook ineens een groot gat is ontstaan. En dat was dus een melding, daar reageren we ook op. Voor dit moment hebben we voor 2 grote vakken op de planning staan dat er hersteld moet worden. En de overige vakken nemen we mee in de jaarlijkse ronde. En die is in maart en april. En u kunt zich voorstellen, dat heeft ook een beetje met het weer te maken, wanneer je dingen wel en niet moet aanpakken. Want vorstschades zijn schades die zitten in de bovenlaag van het asfaltpakket. Die verhelpen we dus ook met kleine lokale reparaties. En als we vervangen, dan doen we dat alleen als de onderlagen van het asfalt
zeg maar bezwijken, om het maar zo te zeggen. Dat zijn echt de grootschalige aanpakken waarbij je die vervangingsopgave hebt. Dus het zijn echt twee verschillende zaken. Dat doen we dus ook niet zeg maar lokaal en klein. Dat gaat over grote oppervlakte die we dan tegelijk doen. En er komt zeker een vervangingsopgave aan, maar die heeft geen relatie met de vorstschade waar u aan refereert. Dank u wel, voldoende zo, meneer Van der Peet. Ja, maar goed, dan ga ik naar mevrouw Hogevorst. U heeft ook nog een vraag. Gaat u gang. Dank u wel. Op 18 januari hebben wij bezorgde bewoners van camping Westeinder in onze raad gehad. Op dinsdag 23 januari heeft onze fractie samen met andere fracties een goed georganiseerde informatieve bijeenkomst bijgewoond op de voor de camping de Westeinder. Wij hadden een goede hoop dat dit op een goede manier zou ontwikkelen met het oog op de professionaliteit van deze inwoners en het aanbod van de portefeuillehouder voor een gesprek. Vandaag zijn wij echter opgeschrikt door telefoon en mail van inwoners en de nieuwe stichting Belangen Camping de Westeinder, dat inwoners zich bedreigd en geïntimideerd voelen. Er is ook een verzoek tot noodverordening gedaan aan onze burgemeester. Onze vraag is, gaat of kan de burgemeester iets met deze noodverordening doen? En zo nee, kunt u dan iets anders doen om deze mensen te helpen? Dank u wel. Dan ga ik naar portefeuillehouder Schuurmans. Dank u wel. Naar aanleiding van de inspreker is het college vrij snel, de heer Nobel en mevrouw Van der Meij, in gesprek gegaan met de afvaardiging van de stichting. Ja, het is een privaatrechtelijke overeenkomst en eigenlijk is het heel lastig om hen inhoudelijk te helpen. Dus we kijken wat we kunnen, maar het is best lastig. Inmiddels is het wel vandaag wel het een en ander gebeurd. De heer Rip verbelde mij vanochtend hier ook al over dat hij zich zorgen daarover maakte. En dat kan ik me voorstellen. Kijk, het is ongelooflijk lastig als je te horen krijgt dat je je huis uit moet. Dus de emoties lopen hoog op. Maar zowel voor de eigenaar als voor de bewoners geldt dat ze zich echt moeten inhouden. Want als die emoties zo hoog oplopen, dan gaat het mis. En vandaag is het twee keer misgegaan. Zowel bij de bewoners ernstig mis als bij de eigenaar ernstig mis. En dat maakt dat mijn beweging meer deescalerend is geweest. Dus ik heb met de eigenaar gesproken en ik heb met de inspreker gesproken. Gezegd, jullie moeten hier echt op, hè, als je nog de komende maanden samen tot een oplossing moet komen om dit een goede manier af te wikkelen, dan hecht ik er waarde aan dat we vooral mensen laten wonen in veilige omgeving. En dat is wat we hebben afgesproken. Ik heb met de politie en de BOA's afgesproken dat ze vaker over het terrein lopen en ophalen als er onrust is. Ik heb een gesprek met de eigenaar nu afgesproken om samen te kijken op welke manier zij dit gaan begeleiden. En ik heb op dit moment geen enkele reden. Ik snap dat bewoners het gevoel hebben. Ik zag een brief met allerlei vergunningen en allerlei zaken die spelen. En natuurlijk kijken we daarnaar. Maar op dit moment is nog niets aan de orde. Wat maar iets zou kunnen doen waardoor het tegengehouden kan worden. En ik heb ook gezegd, de kans is heel klein. Dus je moet ook echt gaan werken aan het zoeken naar een andere ruimte. En ze hebben de tijd gekregen tot 1 oktober. Dus besteed vooral die tijd naar het zoeken van een andere ruimte. Maar zorg samen ervoor dat je woonomgeving veilig is. En wij zijn ondertussen wel aan het kijken wat er dan nog mogelijk is. En of de vergunningen kloppen. En al die andere zaken die we altijd doen bij dit soort bewegingen. Maar ik heb net, nou, een uur voor deze raadsvergadering nog gesproken met beide partijen. En ik heb het gevoel dat de rust terug is gekeerd. Ja, voldoende zo. Mevrouw Hogevorst, toch nog een aanvullende vraag. Gaat u gang? Ja, want ik heb eigenlijk ook nog een andere zorg. Want u heeft het ook over een nieuwe woonruimte zoeken. En aan de gemeente gekoppelde organisaties, zoals bijvoorbeeld Meerwaarde of het Meerteam, verwijzen inwoners die hun huis dreigen te verliezen, bijvoorbeeld door een scheiding, ook door naar deze camping als een soort noodoplossing. En wij hebben als gemeente ook een soort zorgtaak. Kunnen we vanuit daaruit nog iets betekenen, aangezien de woningnood echt heel hoog is? En ik weet niet of deze vraag past is, maar kunnen wij als raad iets doen om deze mensen te helpen? En kunt u ons daar misschien in adviseren? Nou, mevrouw Schuurmans, gaat die gang. In dit geval is het zo dat het bij ons komt omdat het mensen zijn die op een camping zitten. Maar ik zal u meegeven dat er in Nederland en ook in Haarlemmermeer heel veel mensen zijn die op enig moment op straat belanden.
En dat het echt een probleem is om dan iets te vinden. Dus het probleem, de nood is hoog, dus we snappen ook de emoties. Maar goed, er is een beleid waaruit blijkt wanneer je wel of niet urgent bent. En dat beleid kan dus niet ingaan op dit soort gevallen. En ja, ik heb maandag een afspraak met de eigenaar. Die zegt, ik wil best meedenken over oplossingen. En dat vind ik ook wel goed, dat we eerst eens kijken. Nogmaals, het is een privaatrechtelijke aangelegenheid, waarbij ik denk, als ze samen tot oplossingen kunnen komen, hoeven wij als overheid daar ook niet op te acteren. Dus ik vind het heel belangrijk om eens eerst samen te kijken in een vorm van mediation. Wat zijn jullie aan het doen? Kunnen jullie deze mensen een andere plek aanbieden? Ze hebben al meer ruimte gegeven qua tijd. En ik hoop dat iedereen zich rustig houdt. Want ja, als je echt als doel hebt, ik ga niet weg, dan wordt het heel lastig. De bewoners moeten echt bewegen. Dit gaat gebeuren. En de manier waarop, daar gaan we samen naar kijken. Dank u. En beleidsmatig, dat is volgens mij meegenomen. Kijk ik even naar het college. Beleidsmatig wordt er echt wel gekeken wat we kunnen doen. Maar nogmaals, er zijn heel veel mensen die op dit moment vanwege omstandigheden dringend een huis zoeken. Dat is ook echt een groot probleem. Ik zie dat dit toch nog weer wat andere vragen oproept. De heer Van der Peeten en mevrouw Wolthuis zometeen nog. Ja, een hele korte vraag hoor, maar wel verhelderend. Als u spreekt over de eigenaar, heb je het dan over de voormalige eigenaar of de nieuwe eigenaar waar u in gesprek mee bent? Ik heb het nu over de nieuwe eigenaar. Mevrouw Wolthuis. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil eigenlijk vragen of het college ons op de hoogte kan houden omtrent de ontwikkelingen hiervan en de gesprekken die gaande zijn, zodat wij hier ook als raad verder goed over geïnformeerd blijven. Ja, dat wordt ja, zeker doen. Prima, dank u wel. Dan gaan we tot slot naar mevrouw Gumbert. U heeft ook een vraag. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks, de fractie, is meerdere keren benaderd in het verleden door een inwoner van Nieuw-Vennep, ook inwoonster van Nieuw-Vennep, in de omgeving Zuiderdreef, waar de sportvelden die daar zijn. Die had na afloop van de feestweek was er heel veel overlast van vuil, van zwerfafval, van ongeregeldheden. En nu in de jaarwisseling, deze mevrouw geeft aan dat ze om deze reden gaat verhuizen, omdat er niks gebeurt. We hebben gevraagd aan de vrijwilligersorganisatie Buurt Cleanup Nieuw-Vennep of het mogelijk was om een keer daar in die omgeving op te ruimen. En die antwoordden daarop dat dat misschien wel mogelijk was, maar dat dat natuurlijk incidenteel is. Maar ze zeiden ook dat er rondom Hoogvliet in Nieuw-Vennep en de basisscholen daar elke week door de gemeente afval wordt opgeruimd. En wat ik graag zou willen vragen is, zou het mogelijk zijn om dit ook in de buurt van de sportvelden bij Dios om daar extra afval te rapen, omdat het dus blijkbaar een structureel probleem is. Ja, ik ga even kijken hoe de portefeuillehouder hiermee omgaat. Het zou natuurlijk ook schriftelijk afgedaan kunnen worden, omdat je echt vraagt van of iets zou kunnen. Dan ga ik toch even naar portefeuillehouder CD. Ja, dat mag, maar volgens mij heeft u het over bedrijfsafval, de scholen. Nee? Nou, dat weet ik niet. Ik heb die vraag helemaal niet gezien. Zullen we gewoon even schriftelijk daarop even schriftelijk op terugkomen, ja, van wat er dan eigenlijk gebeurt en of dat ook mogelijk is om dat in de omgeving van de deals te doen? Prima, dan heeft u bij deze gehoord dat u daar schriftelijk nog een antwoord op krijgt. Dan even kijken. Ja, dan hebben we iedereen gehad. Dank ik u hartelijk voor het indienen van deze vragen. En dan geef ik het woord weer aan onze voorzitter, mevrouw Schuurmans. Dank u wel, meneer Sidali. Wij gaan over tot het behandelen van de vier moties die vreemd zijn. Dan heb ik het niet over de inhoud, hè. Vreemd aan de orde van de dag. Wij gaan als eerste beginnen met de motie vreemd aan de orde van de dag. Die is met de titel Borg Eerste Lijnszorg. En ik kijk even naar de heer Vermeulen. Wilt u als eerste introductie doen van de motie? Dat wil ik zeker doen, voorzitter. Deze motie gaat niet het huisartsenprobleem oplossen, maar wel het probleem waar een hoop huisartsen mee te kampen hebben.
En dat is namelijk dat zij geen winkelier zijn die makkelijk een winkel kunnen huren en weten dat ze daar hun nering in kunnen drijven. Ze zijn geen bedrijf in een bepaalde milieucategorie waarvoor we al bedrijventerreinen ingericht hebben. Dit zijn mensen die midden in de maatschappij staan en vaak in een woonwijk iets aan moeten kopen. En als zij dan in die woonwijk iets aan moeten kopen, dan moeten zij een voorbehoud maken met hun financiering. Omdat de meeste banken alleen de financiering verstrekken als zij ook daadwerkelijk in hetgeen wat zij aan willen kopen hun praktijk mogen vestigen. Als wij bij de gemeente een proces inrichten wat zodanig langdurig is, dat op het moment dat wij zeggen, ja, u mag daarin, maar de verkoper heeft al een andere partij gevonden die niet al die voorbehouden hadden, die het gekocht heeft, begint de huisarts van vooraf aan. Ik geef toe, het probleem waar wij deze motie voor indienen is geen heel groot probleem. Ik zou willen dat het een groot probleem was en dat er heel veel huisartsen zich wilden vestigen in onze gemeente. En dat we daardoor misschien door het aannemen van deze motie tot enorme druk op het ambtenarenapparaat kwamen. Dat zal niet het geval zijn. Wij vragen om een motie die misschien één of geen keer per jaar voorkomt. Maar als die voorkomt, denken wij dat het van heel groot belang is dat wij een proces zodanig inrichten dat wij uitstel kunnen geven aan de huisarts of tandarts die een aanvraag doet, waar ook de financier mee uit de voeten kan en dat ze ook daadwerkelijk iets aan kunnen kopen en zich kunnen vestigen. En ik hoop eigenlijk dat we deze motie unaniem aan gaan nemen. Dank u wel. Goed, ik ga even kijken of er nog andere indieners. Mevrouw Van der Meeberg, gaat u. Nou, ik denk dat het een heel goed idee is dat we ook als raad kijken wat we wel kunnen in plaats dat we steeds horen wat er niet kan. Maar ik ben wel heel benieuwd naar een reactie van het college op deze motie. Dank u wel. Zijn er nog andere? Ja, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Een aanvullende vraag aan meneer Vermeulen van Forza. Eerste lijn zorg is niet alleen huisartsen en tandheelkundigen, ook fysiotherapeuten en verloskundigen. En met name die laatste groep heeft het ook zwaar, loopt tegen deze problematiek aan. Dus in uw motie heeft u het over de eerste lijn zorg met tussen haakjes gespecificeerd huisartsen en tandheelkundige zorg. Beperkt u de motie tot deze twee doelgroepen of bedoelt u de gehele eerste lijn zorg waaronder dus ook fysiotherapeuten en verloskundigen vallen? Dank u wel. Zijn er nog anderen die hier het woord over willen voeren? Nee, dan ga ik voor een reactie namens het college naar de heer Nobel. Ja, ik dacht ik pak even een pauze, dan weet ik zeker dat het goed gaat. Voorzitter, ik denk dat wat de gemeenteraad wil eigenlijk identiek is met wat het college graag wil. Namelijk de huisarts, maar ook anderen in de eerste lijn zorg zo snel mogelijk naar een goede plek geleiden. Omdat het gewoon van heel groot belang is dat die mensen in onze maatschappij ook een plekje kunnen vinden. En als ik dan kijk naar de motie, denk ik dat we voor een heel groot deel vanuit het college daarin mee kunnen gaan. Er zit alleen één iets in wat wel een klem is en dat is die 30 dagen. Want dat is gewoon niet hoe de procedure is ingericht. We hebben in principe 8 weken, maar ik zeg erbij en daar hebben we ook al werk in gang gezet. Ons streven is ook om dat sneller te doen. Sterker nog, ik zou ook het wel sneller willen doen dan die 30 dagen. Dus daar spannen we ons ook toe in. We hebben nu ook samen met het OD afgesproken dat daar gewoon een aanspreekpunt komt voor die eerste lijn zorg, zodat we het sneller kunnen behandelen als we een aanvraag krijgen. Maar het termijn wijzigen, de termijn is gewoon de termijn. Dus dat stukje uit de motie, dat is iets wat ik moet ontraden. Maar het gevoel van urgentie, het een plek willen geven en er ook direct mee aan de slag gaan, dat wordt geheel onderschreven. En we hebben daar dus, zoals gezegd, ook al met het OD contact over genomen om daar een speciaal aanspreekpunt voor in te richten. We zijn ook een locatie- of behoefteonderzoek, moet ik zeggen, aan het doen van waar is allemaal behoefte naar die eerste lijn zorg. En we hebben volgens mij ook laten zien, bijvoorbeeld met de Emma-schoollocatie, dat we ook heel gericht locaties willen aanwijzen, daar waar mogelijk op ons eigen grondgebied. Dus we hebben echt acties in gang gezet. Alleen die termijn, dat is iets wat ik vanuit het college moet ontraden. Maar de strekking van de motie, die kunnen we volledig volgen. En daar wil ik ook vanuit het college eigenlijk volmondig op toezeggen dat we dat gaan doen. En de ambitie is om dat eigenlijk dan zo snel mogelijk te doen. Dus ik zou me niet eens willen vastpinnen op die 30 dagen. Als het met een week of 2 weken kan, willen we dat volgens mij met elkaar ook. Meneer Vermeulen.
Ja, ik zou dan aan de wethouder willen vragen, want ik snap heel goed wat hij zegt. De wet zegt binnen 8 weken en 30 dagen, dat heb ik uitgerekend. Dat valt toevallig precies binnen die 8 weken. Maar is de wethouder zich ook van bewust dat na die 30 dagen of 8 weken... er ook nog een periode van 6 weken gaat gelden dat zo'n plan ter inzage moet liggen en dat er nog zienswijzen ingediend kunnen worden? En dat nou net dat het breekpunt is waardoor het zomaar kan zijn dat de verkopende partij al een ander heeft gevonden die geen voorbehouden heeft en dat dan de huisarts aan een bepaalde wijk voorbij gaat. En dat eigenlijk dat, en of hij het ook met ons eens is, dat wij als raad een klein beetje meer gas geven of de wethouder wat wind in de rug geven met deze motie. Of er dan niet, want het is ook niet iets wat dagelijks voorkomt, of er dan niet voor deze uitzonderingen gewoon een procedure ontwikkeld kan worden om dat wel binnen die 30 dagen te doen, plus 6 weken, en dat er gewoon een financiering gekregen kan worden. Meneer Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, deze motie voelt volledig als een steun in de rug, behalve die wijziging van die termijn. Want het is heel ingewikkeld als u aan een wethouder vraagt of hij de zienswijzen die ook gewoon wettelijk geregeld zijn en de termijnen die daarvoor geregeld zijn, of die naast ons neer kunnen leggen. Dat deel, daar kan ik u dus niet in tegemoet komen. Maar de vraag die eigenlijk daaronder ligt is, bent u bereid om zo snel mogelijk, als een dergelijk initiatief zich voordoet, daar actie op te ondernemen? En daarop kan ik volmondig ja antwoorden. Sterker nog, we hebben ook al een apart aanspreekpunt bij het OD daarvoor ingesteld, zodat juist bij deze initiatieven we direct kunnen schakelen. Maar de termijn zijn gewoon de termijn. Laatste vraag van de heer Vermeulen. Dan heb ik een vraag aan de wethouder. Als ik de motie zodanig verander dat ik van die keiharde 30 dagen dat verandert in een inspanningsverplichting om binnen 30 dagen. Is dat een motie waar u mee kan leven? Ja, ik heb u zojuist al toegezegd dat we dat gaan doen. En als u het fijn vindt om dat nog als inspanning bij ons neer te leggen. Ja, prima, maar dat gaan we doen. Dus, en sterker nog, ik hoop dat het nog sneller dan die 30 dagen kan gaan. Goed. Als dat betekent dat u de motie gaat aanpassen, dan hoor ik dat graag. Mag ik daarmee afronden of heeft u nog een vraag? Gaat u gang. Mevrouw Elvers. Ik zeg het even voor de natuurlijke. Ja, dank u wel. Ik was mezelf bijna aan het uitloggen. Ik had nog een openstaande vraag aan meneer Vermeulen. En die is nog niet beantwoord. En u de vraag nog, meneer Vermeulen? Gaat u gang. Ik weet de vraag heel goed. HAP zou graag de motie uitgebreid zien met fysiotherapeuten en eerste lijn zorg. Ja, de reden dat ik de motie die ik zo opgeschreven heb beperkt heb, is omdat het bij een huisarts vaak om de aankoop van een woonhuis gaat, een heel pand, waar dan SEC alleen die huisartsenpraktijk in gevestigd wordt. En fysiotherapeuten vaak een woning aankopen waarvan ze een van de ruimtes gebruiken voor hun fysiotherapiepraktijk, omdat die gewoon veel kleiner is dan de vierkante meters die de huisarts nodig heeft. En dat ik ook niet wilde overvragen bij het college door hem heel breed te maken en hem onuitvoerbaar te maken. En daarom hou ik hem graag zoals hij is. Goed, ik ga afronden, want ik heb nog 3 moties. Dat betekent dat hij straks in stemming wordt gebracht. En we horen nog of de partijen die hem hebben ingediend een aanpassing doen op de tekst van de motie. We gaan naar motie 2. Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks en PvdA, HAP, ChristenUnie, SGP. En de motie heet Raden in Verzet. En de heer Boerman gaat hem nader toelichten. Ja, voorzitter, dat zal ik gezien de tijd ook vrij kort doen. Want ik denk dat de meeste raadsleden hier wel de aanleiding weten. Dus we hebben zelf ook gesproken hier over geen Haagse taken, geen Haagse knaken. Nou, dit speelt niet alleen in onze gemeente, maar speelt in veel gemeentes. Het ravijnjaar komt eraan. We zijn allemaal gevraagd om een petitie te gaan tekenen. Afgelopen zaterdag is er zelfs een bijeenkomst geweest van de werkgroep Raden in Verzet. En daar is een soort voorbeeldmotie gekomen. En ik denk dat die deze weken in heel veel gemeentes voor ligt. En ik denk dat het verstandig is om ook in deze gemeente niet alleen voor te liggen, maar ook het signaal te geven aan Den Haag. Dat we een heel groot probleem gaan krijgen als we het ravijnjaar zo laten zoals het op ons afdoemt. Dank u wel. Zijn er mensen die hierop willen reageren, vragen willen stellen? Ja, meneer Rip. Korte reactie, voorzitter. Wij zijn verheugd met deze motie. We willen hem mede indienen. Mede indienen is HAP. Nog anderen? Ja, Forza.
Ook, dat, jullie stonden er ook. Wij willen hem ook meedienen. Ja? Prima motie. En dan hoor ik nog een stem mede indienen. CDA, 1 Haarlemmermeer. Allemaal mede-indieners. Oké, okay. Dan gaan we hem als zodanig straks in stemming brengen. Akkoord. Dan gaan we naar de motie Vreemd van Forza. Zorgen uitspreken over de gevolgen van de spreidingswet voor de gemeente Haarlemmermeer. Mevrouw Antolini, dus hij is van Forza en Forum. Forum, ja, klopt. Mevrouw Antolini, gaat uw gang. Dank u, voorzitter. FVD dient deze motie in de aanleiding van de aangenomen spreidingswet. Ondanks duidelijke signalen van het volk tijdens recente verkiezingen, als ook bij de Provinciale Statenverkiezingen, wordt hier geen gehoor aan gegeven. Den Haag zet door met hun dwingende wetgeving. De gevolgen van de spreidingswet zullen niet alleen onze gemeente treffen, maar ook een ontwrichtend effect hebben op heel Nederland. Deze wet lost niet het werkelijke probleem op, namelijk dat ons land de totale instroom niet aan kan. Het zal eerder leiden tot een toename van asielaanvragen met aanzienlijke druk op ons land en al onze sociale voorzieningen. Deze gemeente zorgt al voor veel huisvesting van honderden asielzoekers, maar zelfs dat blijkt volgens deze wet niet voldoende te zijn. En nu wordt van ons verwacht nog eens 115 mensen op te vangen. De gemeente Haarlemmermeer vangt ook al veel Oekraïners op, wat niet meetelt in de opvang van de spreidingswet. En daarnaast worden er al vele arbeidsmigranten en expats gehuisvest. Wanneer houdt het op? Voorzitter, ik rond af. Het dictum van de motie luidt bij de Tweede Kamer en het kabinet onder de aandacht te brengen dat de invulling van de nieuwe wetgeving niet inpasbaar is binnen de gemeente Haarlemmermeer, zoals verwoord in de constateringen en overwegingen. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Iemand die daar vragen of opmerkingen over heeft, de heer Vermeulen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de reden dat wij mede-indieners zijn van deze motie is dat wij het gevoel hebben dat we door het omarmen en uitvoeren van deze wet een aanzuigende werking bewerkstelligen. Dat we in plaats van dat we een signaal afgeven aan Den Haag van genoeg is genoeg, dat heeft de kiezer tenslotte ook al gedaan, het probleem gaan faciliteren. En wij denken dat het niet slim is om ervoor te zorgen dat er nog meer en meer mensen komen en dat we een volgende alle gemeenten vol zitten met hun opvang. Dank u wel. Nog anderen die willen reageren? Nee. Dan ga ik naar de laatste motie, Vreemd, ingediend door GroenLinks, D66, PvdA, Forza, kappen met kappen, de heer Zuiderwijk. Ja, dank u, voorzitter. Ik wilde ook een sessieverzoek doen. En die zou ik eigenlijk eerst willen doen en dan pas de motie Vreemd. Kan dat? Hoor, dat kan. Oké, dank u wel. Wij willen dus een sessieverzoek doen en het gaat over bomenbeleid. Wij denken dat die nu te breed opgezet is en daardoor te snel gekapt gaat worden. En we willen graag met over dit punt en over de Schinidijk met de raad in gesprek, het college. En daarnaast willen we ook nog een expert uitnodigen die ons mee kan helpen om na te denken op welke punten bomenbeleid misschien te breed is. En na te denken en meer duidelijkheid te geven of de bomen die op de Schinidijk staat onveilig zijn en daarom gekapt moet worden. Goed, er ligt een sessieverzoek van GroenLinks. Zijn er nog vragen over voordat ik de stemming breng? De heer Boels. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind op zich een heel logische vraag. En tegelijkertijd, we hebben net voor het reces nog een sessieverzoek in ieder geval voor mij in behandeling genomen over beheer en onderhoud van de openbare ruimte, waar dit volgens mij onder valt. Dus ik zou zeggen, laten we in die eerst doen. En als er dan toch nog meer informatie nodig is over het bomenbeleid, dan kunnen we altijd dat nog een keer doen. Ik bedoel, het is niet dat ik het er niet over wil hebben, maar dit gaan we al een keer meenemen. Maar daarvoor kijk ik ook graag nog even naar het college. Ja, het gaat uw gang. Dank u wel, meneer Boels. Ik ben het, als de fractie van HAP, zijn we het daar volledig mee eens. Dank u wel. Ik ga het in stemming brengen. Nee. De heer Sidani. Even ter verduidelijking, we gaan het erover hebben, maar we gaan het niet over het bomenbeleid hebben. En ik denk dat hier de vraag is, het sessieverzoek, we willen eigenlijk gewoon heel simpel gezegd het bomenbeleid nog een keer goed naar kijken of dit het beleid is wat wij samen ook nastreven. Dat is de vraag van het sessieverzoek. Dus waar we het over gaan hebben, we gaan het niet hebben over het bomenbeleid en of dat nog, laat ik maar zeggen, actueel is. Mevrouw Smant.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij meneer Sidali. Het gaat echt specifiek over de bomen, het bomenbeleid en meer specifiek ook over de Geniedijk. Ik ga heel even... Nou, ik ga nog. Ja, gaat uw gang. Ja, beheer en onderhoud is heel breed en dit gaat echt specifiek over de bomen. En ik denk dat het echt heel erg noodzakelijk is. Dus bij deze. Ik ga heel even kijken of het college nog kan reageren, want er worden iets over die sessies gezegd. Ja, voorzitter, dus meneer Boels zei van we hebben eigenlijk al een afspraak om te praten over beheer en onderhoud. Daar zit bomenbeleid zit daarin. Dus het is aan uw raad of u zegt nou dat is voldoende om dit te bespreken en wanneer dat gepland wordt. Of moet er specifiek over de Geniedijk gepraat worden. En dat is volgens mij, dat haal ik ook een beetje uit de motie die hierbij zit, dat men het specifiek over de situatie op de Geniedijk wil hebben. En ja, dat is dan misschien wel een beetje erg gedetailleerd voor een algemene gesprek over beheer en onderhoud, waar meneer Boels volgens mij ook zelf de, zeg maar de onderbouwing voor zou aanleveren of heeft aangeleverd, weet ik even niet. Maar ja, dat is even de vraag, waar wil men het over hebben? Goed, dan stel ik voor dat we het in stemming gaan brengen. En de vraag is wie het eens is met het voorstel om een sessie te organiseren over het, de bomenkap op de Geniedijk. En daar zie ik een meerderheid, ruime meerderheid. Dus dat betekent dat we aan het presidium gaan vragen als tenminste de motivatie binnen is om dat te gaan agenderen. En dan heeft u ook een motie voorbereid. Mag ik u daar het woord voor geven? Ja, zeker. De motie vraagt eigenlijk om de kap op te schorten totdat eigenlijk de sessie is geweest die net is aangenomen. Dus dat is heel fijn. Daarnaast terug te komen op dat er nu een procedure speelt en wij graag geïnformeerd worden wat, het, wat de conclusie van die procedure is. En daarnaast verzoekt de motie om eigenlijk de veiligheid rond de Geniedijk dus te monitoren. En als er benoemenswaardige punten zijn die met de raad te delen. Dank. Zijn er mensen die hierop willen reageren of vragen hebben aan de initiatiefnemer, de heer Boels? Ja, dank u wel, voorzitter. Ook hier heb ik het idee dat we iets aan het doen zijn wat we eigenlijk al eerder hebben gedaan. Namelijk 2 weken geleden hebben we het hier ook over gehad. En toen heb ik gehoord, of meen gehoord te hebben bij het college, wat ik graag verifieer, dat er een toezegging ligt dat we die informatie ook krijgen voordat er iets gedaan wordt. Als dat zo is, ja, dan lijkt me deze motie wat overbodig. Mevrouw Smant. Ik denk dat ik een beetje van de verwarring begrijp, want wat ook in de motie staat is dat het ongeacht de uitkomst van de procedure wij graag in gesprek willen. Dus als de procedure zegt er mag gekapt worden, dan willen wij daar toch even de pauzeknop tussen en dat staat in de motie. Goed, nog anderen? Ja, gaat u gauw. Mevrouw Antolini. Dank u voorzitter. Het was me niet helemaal duidelijk of ze nou wel of niet gaan indienen nu, maar wij zijn wel graag mede-indienaar. Ik had begrepen dat die werd ingediend, toch? Hij is in ieder geval ingediend al bij de agendazetting. En ik ga, als er verder geen op- of aanmerkingen zijn, nog even ophalen bij het college. Mevrouw Steffens. Ja, dank u voorzitter. Nou, ik dacht dat meneer Boels was. Die zei inderdaad dat we een paar weken geleden, 2 weken geleden waarschijnlijk, heeft mijn collega toen ik er niet bij was, deze motie ontraden. En ik zal dat dus ook doen. En om dezelfde reden. Namelijk de bezwaarschriftencommissie beoordeelt de bezwaren op dit moment. Daar komt een advies uit. Dat gaat naar het college. En als dat advies er is, gaan wij daar weer op reageren. En dat is dan de uitkomst van dat onderdeel van het proces. En die zorgen die er natuurlijk zijn bij partijen, die zijn ook door een inspreker, mevrouw Kalisvaart, al benoemd. Ik verwacht dus ook dat dat ook bij de afhandeling van het bezwaarschrift aan de orde zal komen. Dat is mijn verwachting. Ik weet het niet. En dan moet het college natuurlijk een afweging maken op basis van de informatie die er dan ook weer door de bezwaarschriftencommissie aan ons wordt voorgelegd. Die afweging maakt het college dus ook. En ik zou u willen vragen om daar even op te wachten. En dan verder te gaan. En dat er niet gekapt wordt. Dat heb ik u al een keer gezegd. Dat heeft mevrouw Sade u al een keer gezegd. Tot die tijd worden er geen bomen gekapt. Want wij wachten dit netjes af. Dus ik zou u toch echt willen vragen, wacht nu even die beslissing af. En laten we, u heeft net al met elkaar afgesproken dat u vervolgens separaat van het beheer en onderhoud ook een gesprek wil hebben over de bomen op de Geniedijk. Die sessie, ja, die zal dan hopelijk direct na dat besluit worden ingepland. En dan kunt u het daarover hebben. Goed, ik zag nog een aanvullende vraag. Klopt dat? Had u nog een vraag? Nee? Akkoord, dan ga ik. Is er nog een vraag met de heer Van der Peet?
Ja, ik denk dat de scherpte waar de indieners naar op zoek zijn, ik denk dat de wethouder die ook kan geven, als de wethouder aangeeft dat het debat in de raad op basis van wat u net zegt, de uitkomsten plaatsvindt en dat er dan dus niet gekapt wordt totdat er hierover gesproken is, dan als die toezegging, aanvulling op die toezegging komt, dan is het volgens mij helemaal dicht. Ja, mevrouw Schmand. Misschien toch nog een korte verduidelijking, want zoals het beleid nu geformuleerd is, is er kennelijk genoeg ruimte om het besluit te nemen om de bomen op de Geniedijk te kappen. Daar loopt nu een procedure door en daar willen we specifiek naar kijken. Dus het is eigenlijk de stap ervoor. Dus ik hoop dat de collega's meegaan in deze motie. De uitspraak is verwacht. Dat zat ik even. Ik zat even te checken met u meedenkend. Wanneer gaat die commissie uitspraak doen? Dat is verwacht binnen een week of. Voorzitter, dat is niet de uitspraak zelf, maar het moment dat wij het krijgen, ja. Dat is volgens mij met een paar weken. Dus ja. Dat is geen lange periode. Ja. En ik wil toch even, nou ben ik even kwijt wat ik tegen mevrouw Schmand wilde zeggen. Ik heb nu begrepen, u wilt praten met elkaar separaat over de bomen of de bomenkap op de Geniedijk. Dat heeft u net met elkaar afgesproken. Misschien dat uw sessie op het moment is dat deze uitspraak er ook is. En als u mij vraagt, en ik had al gezegd, en dat heeft u net ook herhaald, meneer Van der Peet. Er worden geen bomen gekapt tot die beslissing er is. Dat is ongeveer eind februari, is mijn inschatting. Dat ook het college het heeft gehad. En ik denk dus dat dat bij elkaar aan kan sluiten. Moeten we even kijken hoe dat verder precies ingepland wordt en zo. Dat weet ik ook niet. De heer Sidali. Ja, voorzitter. Nee, maar nu wordt het inderdaad ook duidelijk. Er worden geen bomen gekapt totdat er een beslissing is. Deze motie zegt, er worden geen bomen gekapt, ook al is er een beslissing. We willen eerst hier met elkaar over hebben. Dus er worden geen bomen gekapt, wat de beslissing dan ook is. Dat is de motie. Goed, dan gaan we die motie straks in stemming brengen. En daarmee ga ik deze vergadering afronden. En u kunt zometeen na de vergadering komt u weer bij elkaar om een aantal sessies met elkaar te lopen. En dat is van 7 tot 8:30. Ik vind het erg onrustig. Ik ben nog midden in een vergadering. Van 7 tot 8:30 hebben wij een sessiedebat over het vervolg van de integrale aanpak parkeren stadcentrum Hoofddorp hier in de raadzaal. En er is in de raadzaal van 8:30 tot 10 een tussenevaluatie van een verkeersstructuurplan Badhoevedorp. En het sessiedebat 3 is vervallen en dat betekent dat sessiedebat 4 van 8:30 tot 10. En dat gaat over de omgang met statushouders in de gemeente. Dat vindt plaats op dezelfde tijd van 8:30 tot 10 in de Heijenzaal. En dan schors ik nu de vergadering. Altijd de mensen in de buitenring die het lawaai gaan maken.